deze video ga ik het hebben over de manipulatietechniek van projectie. Projectie is een andere manipulatietechniek die door heel veel narcisten wordt toegepast. En projectie is eigenlijk het opnoemen wat narcisten zelf zijn door hun slachtoffers te gaan beschuldigen van wat zij doen, terwijl de narcist dat eigenlijk zelf doet. Ik heb in de vorige video over gaslighting al kort uitgelegd wat dat projectie inhoudt. En projectie en gaslighting liggen heel erg dicht bij elkaar. Narcisten projecteren hun gedrag, tekortkomingen, gebreken en andere onhebbelijkheden van zichzelf op anderen. En ze doen dit omdat narcisten er zelf niet mee willen of kunnen omgaan, waardoor projectie een gemakkelijke vluchtweg voor hen is. Zeker wanneer dat ze geconfronteerd worden met hun gedrag. Narcisten gaan jou beschuldigen van wat ze zijn, wie ze zijn, en ze stellen jou verantwoordelijk voor hun gedrag. Gaan ze bijvoorbeeld vreemd of worden ze agressief, dan is dat in hun beleving de schuld van hun slachtoffer. Projectie is een onbewuste manier om het bestaan van iets in henzelf te ontkennen en het aan anderen toe te kennen. Met andere woorden, ze gaan dat externaliseren. Dat betekent dat ze de oorzaak van hun problemen extern gaan zoeken. Eigenlijk kan je dat vergelijken dat ze extern op zoek gaan naar een zondebok om de verantwoordelijkheid van hun gedrag op anderen te weerleggen en te ontkennen. Narcisten doen dit omdat ze niet graag geconfronteerd worden met wie ze zijn. Ze verafschuwen hun eigen gevoelens van kwetsbaarheid, die heel vaak gepaard gaat met een diepe gevoel van schaamte en onwaardigheid. Confrontatie veroorzaakt bij de narcist een narcistische wonde en het voelt voor hen als een emotionele vernietiging. Normale en niet-narcistische mensen vinden het niet fijn om geconfronteerd te worden. Ik denk dat niemand staat te wachten op een confrontatie, maar een gezonde mens kan dat op een bepaalde manier accepteren door erover na te denken en er de verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat is iets wat de narcisten nooit zullen doen. Wanneer dat je de narcist confronteert met zijn gedrag, dan gaat de narcist op de automatische piloot door hun gedrag van zich af te buigen. Voor hen is dat eigenlijk een overlevingsmechanisme die op een oncontroleerbare manier tot uiting komt. En wanneer dat je hen confronteert met hun schadelijk gedrag, dan gaan ze hun gedrag aan jou toewijzen. En dat doen ze door jou te straffen of uit te dagen, jou te beschuldigen dat jij een verschrikkelijk slecht persoon bent die zelf onaanvaardbare dingen doet. En ze gaan jou als de oorzaak aanwijzen waarom ze zijn wie dat ze zijn. Niemand is verantwoordelijk voor de narcist en niemand is verantwoordelijk voor het narcistisch gedrag. De enige die verantwoordelijk is voor het narcistisch gedrag, dat is de narcist zelf. Zelfs als je de narcist geen kritiek geeft en op een kalme en liefdevolle manier aangeeft dat je iets niet prettig vindt, dan gaan ze dat op jou projecteren. Dat is ook een van de redenen waarom dat narcisten hun eigen verzonnen versies van de feiten geloven. Belangrijk om te onthouden is dat wanneer narcisten jou beschuldigen van iets, de kans heel erg groot is dat de narcist dat zelf heeft gedaan. En ook dat is een vorm van projectie. De beschuldigingen die een narcist over zijn of haar slachtoffers geeft, zijn de dingen die de narcist diep van binnen zelf ervaart. Projectie is een combinatie van misleiding en schuldafschuiving en valt onder emotionele manipulatie. De narcist gaat zijn of haar slachtoffer afleiden van wat dat er werkelijk aan de hand is en zorgt ervoor dat zijn slachtoffer op een bepaalde manier toch de verantwoordelijkheid neemt voor het gedrag van de narcist. En voorbeelden van projectie kunnen zijn dat de narcist bijvoorbeeld jou beschuldigt van overspel, je continu uitvraagt terwijl de kans heel erg groot is dat de narcist zelf overspel pleegt. Een ander voorbeeld van projectie is dat wanneer dat jij je grenzen aangeeft en de narcist niet geeft wat dat hij of zij wil, jou gaat beschuldigen dat jij een egoïst bent. En een ander veel voorkomend voorbeeld van projectie is dat narcisten jou gaan beschuldigen van liegen terwijl ze zelf pathologische leugenaars zijn. Slachtoffers moeten onthouden dat projectie over de narcist gaat en niet over het slachtoffer zelf. Wanneer dat je projectie vanuit een heel ander perspectief gaat benaderen, dan ga je zien dat de narcist heel veel over zichzelf onthult. En vaak zijn dat geen goede en mooie eigenschappen. Je leert met andere ogen naar de narcist kijken en je leert de achterliggende reden van projectie ontdekken. Daarnaast mogen slachtoffers hun eigen goede eigenschappen in geen geval op de narcist projecteren. Narcisten kunnen en zullen die goedheid die slachtoffers hebben nooit kunnen bezitten. Want goede eigenschappen op de narcist projecteren betekent dat de narcist dat sowieso gaat ondermijnen en gaat afbreken. En dat is iets wat we heel vaak terugzien bij empathische personen en people pleasers. Als slachtoffers van een narcist willen verlost geraken, dan is het tot slot heel erg belangrijk dat slachtoffers zichzelf heel goed kennen. En dat kan alleen door een gezonde dosis zelfliefde te ontwikkelen. Want zelfliefde zorgt ervoor dat het beeld die de narcist hen voorhoudt niet bij hen hoort. Slachtoffers moeten echt weten wie ze zijn en dat kunnen ze enkel bekomen door de realiteit onder ogen te komen en te accepteren dat de narcist is wie hij is. En dat is vaak voor slachtoffers een van de enige manieren om zich tegen projectie te beschermen. En als laatste, wanneer dat slachtoffers accepteren dat de narcist is wie hij is en beseffen dat er niets is wat dat ze hadden kunnen doen
om van de narcist een beter mens te maken, hoe groter de kans bestaat dat slachtoffers volledig narcismevrij door het leven kunnen gaan.